We zijn op bezoek bij het Muziektuinenfestival in Castricum. En we beginnen bij de Oude Keuken met een optreden van Rayan. Looking back at old times, I can see clearly what you had to watch. Things have changed, it's the look in your eyes, it's the pace in your step, and the way that you drive your car. You're speeding out of the thing that we had so far. Can we go back to old times? Please, can we go back to thee? Back to the lies. Waar zijn we hier? We zijn aan de Schelgeest in Bakkum, bij het Muziektuinenfestival. Wat trekt jou tot het Muziektuinenfestival? Nou, wij zijn sowieso muziekliefhebbers. En het wordt heel goed georganiseerd door de Stedweg 18. Dus Han en Luke die hebben dit idee bedacht 3 jaar geleden, tijdens corona. Konden we natuurlijk nergens binnen spelen. En toen hebben ze bedacht dat het ook buiten kan. En vandaar dat we nu voor 3e jaar alweer op rij meedoen met onze tuin. En we hebben hartstikke mooie muzikanten vandaag, dus ik ben heel blij. Crawling down the street used to be bright. And I pray to God the cracks would shed some light. Further into this old story town. All you've done for me, if you told me this would end as soon as it all started, I would have found the rest of me. But I guess I'm just not there. Wat voor type muziek speel jij? Ik speel popmuziek in een akoestisch jasje. En dat kan hier op de Tuinenfestival in Castricum? Ja, volgens mij kan hier alles. Ja, volgens mij zijn de mensen die hier komen ook echt gewoon, die komen voor muziek. En voor mij is muziek gewoon iets wat alle richtingen heeft. Dus volgens mij kan alles, toch? Dus je zingt alle genres van oud tot nieuw? Ja, dat probeer ik wel eigenlijk. Ja, want ik vind ook heel veel muziek tijdloos. Dus dat, ik vind ook, ja, dat hoeft ook niet te verdwijnen. Dat mag best terugkomen. We beginnen niet bij huis, want het eerste lied gaat over mijn overbuurvrouw. Je gaf een welkomstfeest, de hele buurt mag komen. Ik kwam met bloemen en een hoofd vol droom. Die werden vreed gestoord toen de deur openging. Jouw man zei, kom maar in. Wat voor type muziek maken jullie? Nou, we maken eigen liedjes. En tussendoor vertellen we persoonlijke verhalen en het gaat allemaal over één thema, over de liefde. Vandaar de naam Van Harte Over de Liefde. Het zijn allemaal eigen liedjes en dat soms jazz, soms reggae, soms een beetje rock en soms een ballade. Dus alle genres. Liefde laat zich niet beteugelen. Als mensen jullie vandaag gezien hebben, wat kunnen ze jullie dan vinden? Nou, we hebben wat clips op YouTube staan, maar het makkelijkste is eigenlijk onze website, vanhartenoverdeliefde.nl. Daar staan ook de videoclips op, maar ook de aankomende optredens. Dus dan, als je dat wilt doen, heel graag. 3, 2, 1.
Muziektuin Festival, wat betekent dat voor jou? Feest, dat betekent voor mij feest. Ik ben gevraagd om mijn tuin beschikbaar te stellen door Han Hevel die dit organiseert. Hoeveelste keer doe je dit nu? Dit is mijn tweede keer. Dit is mijn tweede keer. En ik doe nu alleen de middag, omdat het best wel heel heftig is. En zo kan ik toch alles een beetje voorbereiden. En voor de rest genieten van de muziek. Welke band heb je hier nu? We hebben hier nu Maries Mannen. En is dat een goede greep? Oh, ik mag niet zelf uitkiezen. Ik had wel aangegeven dat ik een up-tempo band wilde. Want vorig jaar viel ik zowat in slaap bij de singer-songwriters. Dus nu heb ik een geweldige band. Met jou heb ik geleerd dat al die vrouwen altijd de Dank u wel.